Is. Nou, moeten wij één of twee stalles hebben met voorladen? Denk eentje. En kopen wij een extra vrachtwagen of haal je die op? Ik ben nou onderweg. Ah, kijk. Onderweg. Onderweegs. Onderweg, ja. Nou, dan neem ik de stalje mee, hè? Dan ga ik met die grote aanhanger. Kijk of dat wat is. Maar moeten wij dan niet een trailer meer om dat ding te legen? Dat komt wel. Ik weet niet hoeveel hierin kan. Halen we die later wel op. Goed, waar gaan we langs? Links. Rechts. Rechts? Niet links? Toch? Links toch? Je Ik links zou in de rechts map, rijden. hè? Of links? Nee. Volgens mij moet die kant op links. Nee joh, dat is hartstikke om. Waar wil jij langs? Ik moet naar rechts. Oh, je wilt naar die bovenste forest. Waar wil jij dan heen? Ja, naar die linker waar Wood staat. Oh, maar dat is heel klein. Die heb ik nog volgens. Dan gaan we daar naartoe. Dat ding is groot. Maar je hebt toch een kraan eronder, hè? Dus Ja, daarom moeten we wel een veilige route nemen, want ik weet nou al wat gaat gebeuren bij een tunnel. kom jij eronder door? Ah, je wilt toch? Nee. Gewoon gas geven. Oeh! Wacht even hoor, dat gaat niet goed komen. Oh, hij zit er ook tegenaan, hè? Het gaat niet goed komen hoor. Jawel, nou wel. Nee, ik zit vast. Ik moet omrijden, sorry. Gewoon vol gas en kijken wat er dan gaat Nee, gebeuren. die lader zit het probleem. Ik moet omrijden, sorry. Gadverdamme. Nou ja. Oh, wat is dit man? 5 camera-soort of zo. Oké, even checken hoor. Er is een omweg. Ja, dat snap ik, maar. Nou, dat ga ik nu maken. Ga je alvast maar naar de plaats waar we net doen. Nou, ik vind het goed. Dan begin ik wel vast met zagen. En dan wel de takken eraf, hè? Ja. Je weet hoe het moet, of? Ja, dat weet ik. Gewoon eroverheen. Gewoon eroverheen. Gas. Het ziet er wel vet uit, deze trailer. Ja, dat is waar. Nog nooit gezien deze trailer. Ik weet niet eens dat we die hadden, maar. Maar die staat dus ook in het pakket. Ja, wat oorspronkelijk van jou komt. Wat had ik die? Dat kan ik me Ja, niet waarschijnlijk herinneren. zat die bij jou erin. Iep. Want deze Oh. route kan de Daggerwind dan deze route ook. Hij kon ook niet onderdoor. Nee, klopt. Hij nam die ook, geloof ik. Door de rivier heen. Oh, wat een stel heuveltjes, zeg. Jezus. Of moet ik hier wel eens langs? Ik ga er wel vanuit. Vijf verschillende camera-soorten, echt vervelend. Elke keer als je dan. Oh ja, klopt, dat is met dat ding. Dat is heel vervelend. Ben ik aan de goede kant? Dat is de grote vraag van vandaag. Nee, ik ben niet aan de goede kant. Geweldig. Waar moet je er dan in? Je moet helemaal omrijden. Oh ja, ik zie het. Gadver. Jezus, wat omrijden, of niet? Ja, ik ben nu ook bij veld 5. Ik ben op de terugweg. Games Forever 12. Hallo, welkom. Waar is de uitgang? Willkommen. Oh ja. Hoe noemen we deze farm eigenlijk? Ik weet niet eens zijn naam. Chellington, ik heb tussen haakjes NL. Chellington Extended samen met Jasper. Heet de titel van de stream. Ah, Chellington Extended. Chellington Extended. Hij rijdt niet zo hard. Jij rijdt 80, dit ring rijdt 40. Moet ik convoy rijden? Nee, rij maar. Ja, ik wil alvast het ding opstellen. Ja, doe dat. Maar hoe wordt dat ding aangedreven dan? Volgens mij vraag maar. Ja, maar hoe? Gas. Nou, oké. Kunnen wij niet Nee, hier ik denk dat rechts? het ding of een losse motor heeft, wat best mogelijk is. Ja? Hij heeft geen PTO dus. Of is het zapvelg? Zapvel.
Wil je eens op YouTube een roomtour doen? Dat leek me leuk. Een roomtour. Hoe bedoel je dat ik mijn kamer ga filmen? Dat heb je al gedaan. Dat heb ik al een keertje gedaan. Als je mijn video van mijn setup. Pizza Gamers. Hey Luc. Hallo. Wat zei ik nou? Oh ja, als je mijn video van mijn setup gaat kijken. Dan zie je ook mijn kamer. Dus. Waar ben jij? Oh ja, je bent natuurlijk aan de linkerkant en dan kan ik jou niet meer zien. Ik weet niet waar jij bent. Oh, nee, je bent heel ver achter mij. Ja, je bent al bij veld 50, man. Dit is Lumberyard. Nou, dat moeten we niet zijn. Waarom staat hier random een heede? Van een combine. Omdat ik die daar neer heb gezet aangezien de combine en nog ergens bij veld nummertje 45 staat. Er kan maar één persoon zijn die dat heeft gedaan. Ja. Noem geen namen. We noemen geen namen inderdaad. Hey, hier is gewoon een BP-tankstation. Een BP? Oh, dat is handig. Oh, shop heet die gewoon. Shop. Gelijk op een BP. Pizza Gamers, bedankt voor het volgen. Oh, Luc, had je mij nog niet gevolgd? Oh. Nee, bedankt voor het volgen. Grapje. Hashtag. Noem eens een leuke hashtag. Hashtag blame Luc. Grapje. Het is best wel ver rijden dit. Ja, echt wel. Is er echt geen binnendoorweg? Daar komen we gauw genoeg achter, toch? Ja, inderdaad. Ik ben bang van niet, maar... Oh, hier is een mooi hek. Dat wordt leuk. En dit is trouwens ook de... Papadadrap. Dit is ook de farm die ik toen in multiplayer hier deed. Waar ik toen alleen was. En deze keer Jasper erbij. Dus deze keer ben ik niet alleen. Niet alleen. Niet alleen. Niet alleen. Jerry, hey. Die moet je ook nog wel kennen, denk ik, of niet? Jasper. Ja. Jerry. Ik ga me achteruit erin rijden, want anders kan ik gewoon niet keren. Ja, ik ben nog onderweg, dus... En jongens, ik hoop dat mijn internet het een tijdje volhoudt. Want we gaan ongeveer door tot een uur of 8:15. Misschien kunnen we morgen nog wat doen. Wat zei je, Jasper? Misschien kunnen we morgen nog wat doen. Dat denk ik wel. Ik heb de hele dag toch niks. Niks. Lars, mijn wifi adapter met kabel. Mijn wifi adapter met kabel. Maar weet niet hoe ik hem moet instellen. Jij misschien? Nee. Misschien dat Jasper dat weet. Het verschilt per merk, hè? Dus het is een beetje moeilijk. Er zit vaak wel een beschrijving bij. Maar... Ik heb daar echt geen verstand van, sorry. Echt niet. Ik ben echt niet technisch. Echt niet. Dan Jerry, leuk dat je deze map doet. Ja, jij vroeg of we dat gisteren gingen doen, dus... ik ga dat ook zeker doen, natuurlijk. Met alle machines. Bumpy track. Ja, en dan achteruit, hè? Ja hoor, ik kijk in de chat en waar knal ik tegenaan? De heg. Dit is een geweldige map, echt. Prachtige map, gigantisch groot. Alleen het nadeel aan deze map zijn die heggen. Of jij hebt gewoon geen rijgevoel. Dat zou het ook kunnen zijn. Dus jij hebt het meeste last ervan, man. Ja, echt, hè? Ja. Netjes, hoor. Wacht even een boom omzagen. Dan is wat ruimte. Oh, wat gebeurt er nou? Welke boom ga je omzagen dan? Oh, hij valt wel om, maar jou zie ik niet. Oh, dat is ook een bekende druk. Ja, klopt. Zo, ijskaal, toch? Ja. Kijk, we gaan een keertje forest doen, dus we gaan een keertje bosbouw doen. Want ik doe dat eigenlijk nooit. Oeh, die palen gaan er mooi uit. Want ik heb nu geen internet op mijn PC en wou FS of Minecraft doen. Aha. Oh, ik moet wel even vierwielendrijving aandoen.
Pak jij die op? Lukt dat zo of? Ik ga het proberen, maar geen garantie. Het is lang geleden dat ik dat heb gedaan. We moeten proberen zo laag mogelijk te zagen. Waarom valt hij niet om? Boom, doe ze omvallen. Ik zie jou ook niet lopen. De bekende bug. Nieuwe machines. Ja, we hebben nou een paar nieuwe machines. Want wij willen namelijk bosbouw doen. Oh, komt ie. Moet ik niet in een boom gaan? Echt uitkijken dat het niet gaat buggen, want... Ja, klopt. Anders hebben we echt een probleem. Moet ook niet zo heel veel bomen tegelijkertijd doen, denk ik. Maar dit is al heel moeilijk hoor, dit. Ik ken dit geintje. Oh, netjes hoor, doe je dat. Huh? Waar is mijn boom nou gebleven dan? Die is weg, dat bedoel ik. Is die nou weer, gebukt? Ik weet niet zeker of die gebukt is. Maar... Nee, ik zie hem niet meer. Ik ook niet. Ik weet echt niet wat dat ding. Ik denk dat die de grond in is gezakt. Nou ja. Dan doen we wel gewoon één bom per keer, want anders... Lastig of niet? Ja, dat is struggles. Daarom heb ik ook beter dat die joystick hebben. Of gewoon een normale joystick. Ja, maar dan is het nog steeds lastig hoor. Ja, maar ja, ik denk dat het makkelijker te besturen is dan met de muis. Maar ik denk als je een avondje dit doet, dat je het aan om de knieën hebt. Dat denk ik ook wel. Ik grijp het helemaal mis. Je moet heel iets lagen, ja. Yeah. Ja, of moet ik hem een keertje door midden zagen? Oh! Weet je, het eerste is nogal lastig. En zodra ik hem bij die bek hou, zeg maar, dan wordt hij erin gezoogd. Ja, maar als hij hem één keer vastgegrepen heeft, dan is het goed. Maar wacht maar, ik kan ook gewoon dit doen. Hij doet het toch nog, of niet? Wat? Ja, mooi. De machine wel, ja. Maar je moet hem gewoon korter zagen, dan wordt het gaat niet zo. Doe dat. Oh, dat heb jij al gedaan. Dat ziet er zo raar uit, hè? Peter heeft een joystick voor dit volgens mij. Oh, dat zou best kunnen. Dat hij dat heeft. Hop, kijk. Kijk, die pakt hij ook mee? Nee, die pakt hij niet mee. Nou, bijna dan. Dan moeten we gewoon, als we hem al hebben, dan moeten we hem gewoon telkens een stukje zaken. Ja. Kijk. Maar ik weet niet hoe vol die al zit. Oh, dan kan hij heel wat hebben, oké. Ja, hij is nog 4% vol, dus... Kijk, dit gaat lekker. Oké, zo laag mogelijk. Ja, dat bedoel ik. Het is weg, oké, mooi. Ja, maar weet je wat er is? Die boom die valt niet vanzelf om. Ik moet hem omdrukken. Waar is die boom? Deze. Maar daar is een techniek voor. Deze boom. Ik weet wat je bent. Gooi maar om. Ja, daar ben ik mee bezig, maar hij blijft staan. Ja, nu is hij omgevallen. Even in een stukje snijden. Nou, je kan beter nu gewoon een keer naar die machine slepen, dan... zagen we hem wel met dat andere ding. Nou, ik heb hem al een stukje gezaagd. Nou, als je hem gewoon in die bek kan gooien, dat is wel mooi, man. Oh. Stol! Is ook lastig hoor, met dit ding. Ja, het is zo buggy als ik weet niet wat. Ga eens kijken of we nog meer equipment hebben. Doe dat. Dan ga ik struggelen. Je gaat zoveel uren inzetten hoor, dat geloof mij maar. Ja, ik geloof je. Oh ja, dan ga ik meteen iets meenemen. Ga even de touw eens halen, denk ik. Dat lukt wel zo, toch? Als het goed is wel. Haal ik meteen zo'n boomstomp van mij daarna. Oh ja, die moet ik ook nog hebben. Ik moet misschien even... wel toch een Scorpion King ook gaan kopen, man. Ja, toch geld zat. Ja, dat is ook het probleem, maar niet. Ja, dan ga ik eerst de touw eens eventjes, ga ik dat boomstomp ding halen. Waar is de Taurus?
20.000 voertuigen. Ja, maar deze heeft ook een veel langere laadband. Deze mod. Die van Jens. Ja, die is wel heel goed, ja. Want de standaard is nog buggier dan buggy. Yup. Oké, even shit resetten. Ja, hij pakt hem. Of niet. Godverdamme. Oké, hoe beweeg je dat ding? Ja, met je muis. Je moet op C klikken, kom je bij oh ja, view, ik view heb. Ah, het is best lastig hoor. Dat is het inderdaad. Nou, ik kan hem niet kleiner krijgen, hij moet kleiner. Oh ja, dit zou ik gaan doen. Ja, ik doe het toch liever met de. Wow. Ik ben aan het buggen, zou ik je vertellen. Met ja, dat lopen ook. Weer. Ja, dan moet je er even uit en opnieuw erin, dat werkt echt heel goed. Oh, ik zit nog weer in de trekker, dus. Ja, dat buggen met lopen heb ik af en toe ook. Dan moet ik gewoon even de server opnieuw inloggen. Dit gaat niet werken, moet via de andere kant. Zoals Truckers for Life hoor, dat hoort. Goed idee voor mij. Ja, ik moet heel geduld, veel geduld hebben. Ja, ik zal eerst die kraan eens even aan de kant doen. Weg met dat ding. Zo. Kijk, ik doe helemaal niks, maar ik loop alle kanten op. Ja, dat had ik net ook. Of als ja. Ik uitstapte, was het dat ik 30 meter verder stond. Ja, klopt. Je moet hem gewoon goed op de band leggen en dan is er niks aan de hand. Ja, hij moet vooral niet te lang zijn. Are you serious? Zit ik nou echt vast? Het gewicht dat zit op de grond. Dus zo kan ik niet weg. En ik denk dat ik die ook ietsjes naar achteren doe. Er is echt geen afsnijroute volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. Hou eens op met dat rare lopenspel. Dan moet je even opnieuw. Dan ga je er zo ook wel opnieuw in. Dan is meteen alles weg, het probleem. Oh, nou is de bom weer verschenen. Oh nee, dat is de andere helft. Dat nieuwe machine die is langzaam, gaat maar 20. Die Scorpion King. Ja. Heb jij die met die zaag of heb je die stekding? Nee, de zaag. En ik neem meteen eventjes een trailer mee. Heel goed. En een boomstomp verwijder aan. Op de non-legit manier, je weet wel hoe. Ja. Kan wel, want het is wel een PTO, dus het zou kunnen, in theorie. Alles kan, maar dan moet het ook lukken. Wezen worden. We zien ze als het mooiste machine die we op de map hebben. Ja. Der Taurus. Dat is jouw trekkertje. Trekkertje nog wel. Ja, trekkertje. En weer even wachten om hem te volgen, want anders zegt hij dat ik te ver weg ben. Oh, je doet follow me? Ja, want anders moet ik 2 weken rijden. Ja, dat is niet de bedoeling. Dat duurt te lang. Dus ja. Oeh, dat was mooi, hè? Ik dacht, ik laat hem gewoon vallen. Kijk wat hij doet. En hup, hij geeft hem meteen. Volgende boom. Ja, ik ga er eventjes in en uit, want. Ik ook. Dan ga ik dat nu ook even doen.
spel opslaan. Ja, dat heb ik ook al gedaan. We zijn alle twee eens. Die zit ook op Charrington Farm. Wie? Nog een andere. Ja, zag ik al. Waarom zie ik nou alweer de chat niet? Ik zag net allemaal berichtjes, maar ik zie nog geen chat meer. Maar goed, het zou wel geweest zijn of zo, weet ik veel. Synchroniseren data met de andere spelen. Synchronizing. Maar op zich gaat het best goed. Vind ik. Start. Volgende boom. De machine staan we nog aan. Zo, we hebben echt een berg van machines. Ja, echt verschrikkelijk veel. Raar dat die boom niet zelf omvalt. Doe eens omvallen. Ja, je moet hem wel met een soort van, hoe noem je dat? Als je een haaks doet, dan valt hij sneller om. Maar als je hem recht doet, ja, dan vind je logisch dat hij niet omvalt. Oh, nou zit nou. Oh, ik krijg een boom op het dak. Oh. Jerry, je moet zo'n echt bosboommachine kopen. Die werken volgens mij ook goed. Ja, die heeft Jasper net gekocht. Maar ik heb liever gewoon een motorzaag. Als ik heel eerlijk ben. Hij is nog van de oude. Ja, maar dat werkt gewoon beter. Je hebt geen gestruggel met die arm, snap je? Maar ik denk dat die Scorpion beter gaat werken, hoor. We zullen zien. Aangezien je dan gewoon een halve meter stukjes kan doen. Of 1 meter stukjes. Ja. Je moet serieus gaan wachten op die Scorpion, want hij gaat zo langzaam. Ja, dan moet jij een Scorpion gaan rijden. En die andere erachteraan. Ook niks. Nee, dat is ook niks, maar dat is wel beter. Nou, weer veuren. Nee, ik sta er niet goed voor. Je moet er gewoon netjes op de band neerleggen, dan is het goed. Maar volgens mij draait het bij jou ook wel lekker soepel, zo te zien. Ja, nog wel. Afkloppen. Op hard houden. Ben je al bijna, Jasper? Vraagt Jerry. Ik ben al redelijk. En nog wel een stukje. Komt meer door de Scorpion, want die is gewoon te langzaam. Zou ik eens kijken wie er allemaal nou aan het kijken is? Wie is er allemaal aan het kijken? Jasper, Jerry, Pizza Gamers, Blokkiebord en Blokky Games. Oh, nou zegt in één keer dat ik offline ben. Volgens mij heeft die internet browser niet goed. Maar je bent nog online, hoor. Dus. Ja, weet ik. Maar anders zegt OBS ook heel wat anders. Maar die. Dan doet de chat het. Kan ik weer niet zien hoeveel kijkers we hebben. Daar gaat het ook niet om. Het gaat ook niet om hoeveel kijkers we hebben. Het gaat om de gezelligheid en lekker kletsen. Ja, gezelligheid, hè? Gezelligheid. Oh, is ja weer de schön. Oh, dit is nog niet helemaal. Nou, we zijn er bijna, hoor. Ik zeg het al 2 minuten, maar. Ah, bijna. Die Taurus was al 3 keer geweest. Oh, die was al lang geweest, joh. Hij is nog maar 60% vol, hè? Nou, daar gaat veel in. Ja. Ah, ik moet zeggen, deze mod werkt goed. Ik heb nog niet echt. Ja, we hebben wel een paar mods gehad die niet lekker werkten. Maar. Ja, val nou om. Moet ik je weer omdrukken? Oh, bats. Zie je? Nou ja, nog niet. Je moet hem echt omduwen, hoor. Ja, ik moet hem omduwen, anders valt hij niet om. In het echt zou hij vallen.
Dit spel denkt er anders over na. Ik moet zeggen, het gaat best lekker zo, hè? Gewoon een avondje hout hakken. Avondje hout hakken, inderdaad. Wow. Nou, ik moet nog inloggen als admin, maar dat doe ik niet, want dan zien ze het wachtwoord. Dus ik weet niet hoeveel geld we hebben. 1,3. Oh, dat is zat. Dat is wel wat, we hadden net 2 miljoen, dus... Ja. We hebben wel wat opgemaakt. Ja, hoe duur is die Scorpion wel niet? 400.000 of zo? 3 ton. 3 ton, nou moet je nagaan. Ik hoor de torens al op de achtergrond. Taurus is Jaspers zijn favoriete trekker. Het zwarte bakbeest. Ja, kijk maar, mooie lampjes. Ja, dat is zeker waar. Wacht even hoor, ja, dit is niet de bedoeling dat hij zo ver gaat volgen. Nee, maakt niet uit, ik wacht wel. Zet deze even aan de kant. Ik heb alleen maar aan de verkeerde kant vastgepakt, maar goed. Maakt zich er ook niet uit. Nee, maar als je de dikke kant hebt, dat is makkelijker om hem neer te leggen. Want nu heb je zo'n hele spitse punt. Nou, ik denk dat hij nog een keer door midden moet. We kunnen het proberen, maar... Kunnen proberen. Of grijpt hij hem gewoon netjes? Ho! Nee, dat doet hij niet. Komt hij met zijn Scorpion? Ik moet alleen die twee die daar liggen naast jou. Die ja, dat regel ik wel. Als je het niet erg vindt. Oh, ik vind het niet erg. Kijk, hoep! Je hebt hem erin? Dit is veel efficiënter. Oh nee, toch niet zo efficiënt als ik dacht. Dat ding dat bleef gewoon staan, ik moet hem omdrukken. Dat maakt niet uit. Niet! Dat is ook een beetje buggy hoor, maar ja, dat wist wel. Ik had je gewaarschuwd. Ja, maar weet je wat het is? Het is ook een soort van beta, hè? Dit is ook de eerste keer dat het in Farming Simulator is. Kijk, ik ben hoog in de boom. Zo hoog ben ik nooit. Hoog in de boom. Ik moet hem hier ergens moet ik hem snijden. Of zagen bedoel ik. Snijden. Hup. Halt, heksen! Ja, dit is wel leuk. Dit brengt weer een soort van diversiteit in dit spel. Ja, klopt. Als dat maar dat oogsten, dan word ik niet goed van. Nee. Maar ja, als we ooit een andere map gaan doen, met meerdere, in ieder geval met Multifruit. Ja, dan wel, ja. De volgende map, dat wordt met Multifruit, want... Hier word je snel, ben je snel op uitgekeken. Ja. Constant 6, nee, hoeveel heb je daar? Suikerbieten, aardappelen, tarwe, gerst, knola. Ja, 5, 6 dingen. Ik heb het al eerder aan, dus het gaat redelijk. Ja, ik doe het nooit, maar ik heb het liever altijd met de voorlader, want die dingen die zijn wel zo buggy. Die scorpions en spul. Maar dat valt wel mee, maar als je eenmaal een bugboom hebt, dan is het einde oefening. Ja, dat is waar.
Toen heb ik echt één single player. De game was gewoon helemaal crap daarover geworden. Overal lagen bugbomen. Ja, ze stonden een half in de grond of zo. Nee, gewoon onzichtbare bomen, zeg maar. Ja, die van ons is net ook verdwenen. Dat weet ik niet, ik heb altijd toch liever een voorlader. Dat vind ik fijn. Maar hij moet wel echt. Oh, wacht. Het systeem is uitgevallen. Ja, dat staat weer aan. Ik dacht misschien kan ik de motor wel uitzetten. Nee, dat denk ik niet, want de motor moet aandrijven. Wacht maar. Of gaat hij al? Nee, hij gaat niet. Kom op, voordat het weer. Dat ziet er wel ook wel realistisch uit hoor. Je gaat ook echt naar beneden. Dat wist ik niet dat dat ook echt zo realistisch was. Moet je kijken, als je naar mij kijkt. Zie dat? En als je ook gaat zagen, dan zie je ook echt die zaag zo naar beneden. En dat komt omdat ik die spitse punt heb ik net gedaan. En dat moest ik misschien niet doen. Oké, hij is weg. Mooi. Volgende. Vroom. Ik ben heel benieuwd hoe het straks met onze eigen kwekerij gaat. Ja, dat is een mooi project geweest. Ja, daar zijn we mooi eventjes weer eens mee geweest. Maar ik denk dat dit even. Je kan ook gewoon die bomen spannen, hè, dat je het weet. Ja, weet ik. Dat is ook leuk om een keertje uit te proberen. Alleen dat duurt dus ongeveer 10 dagen. Voordat die bomen zijn gerijpt. Ja. God, heb ik alweer 2 avonden achter elkaar gestreamd. Heerlijk. En dat ook nog in het weekend. Normaal doe ik dat nooit. Hoezo niet? Streamen doe ik niet zo heel vaak. Is ook leuk. Ja, is ook veel leuker. Kijk, dit gaat toch heel erg lekker zo. Ja. En ik zeg het, hè, en dat ding gaat fout. Ik heb eigenlijk iets te kort afgezaagd, maar goed. En een trailer had jij meegenomen, hè? Ja. Dit staat al te laai, hoor. Oh, je zit. Heb jij oh, je hebt er nog een takje aan zit? Ja, wat daarvoor? Dit is wel makkelijker, zo'n scorpion, maar. Ik wil gewoon. Kijk, hier moet je gewoon bij blijven. Want... Dat gaat wel goed. Kijk, dit gaat wel, deze denk ik. Maar dat komt. Hoezo gaan jullie de silage niet verkopen? We hebben ontzettend veel silage bij ons op de boerderij zelf. Maar we hebben al wel een keertje silage verkocht. Met hele handige buckets voor de. voor de shovel waar 20.000 in gaat. Dan ben je zo klaar, want dat is ook een mod. We hebben echt gigantisch veel mods en dat is gewoon leuk. En we hebben nu een vrachtwagen trainer waar 145.000 liter in. Ja, 120.000 liter gaat erin. Hebben we net ook eventjes geprobeerd. Kijk, nou heb ik de goede kant vast, zie dat? Nu heb ik de dikke kant, gaat nou in de haksla, zeg maar. En dan doet hij het gewoon uitstekend. Maar omdat die spitsige punt, die is gewoon een beetje buggy. En dan gaat het niet goed. En ik moet natuurlijk ook goed staan, hè. Ik ben zo bang dat dit allemaal zo erg gebukt gaat worden, allemaal. Kijk, nee, ja, je knalde het ding aan. Nee, hij pakt hem, Zo. Hoe doe je het niet, buggy? Ja, maar hij pakt hem. Zo laag mogelijk afzagen. Nee, ik gooi hem ernaast. Ja, deze valt. Oh, niet op de trekker! Gelukkig. Deze valt tenminste uit zichzelf om.
Wist je dat ik dit eigenlijk nooit doe? Forest? Nooit. En nou wel. Leuk, leuk. Het is wel leuk. Ik vind het wel wat hebben. Ja, het is in ieder geval wat. Maar ik vond het gewoon altijd... Juist. En vooral als je met z'n tweeën bent. Want ik vind het gewoon verschrikkelijk, eigenlijk. Ik heb hem verkeerd vast. Het is te veel buggy, maar... Ah, ik vind het op zich vind ik het nog meer vallen, hoor. Nou, nu valt het niet mee, want ik krijg gewoon dit niet weg. Oh, hier is ook kan nog doen geen wat ik wil, maar het blijft. Oh nee, nu gaat het hoor. Nu gaat het. Alleen deze nog. Hoop. Moet ik niet vast gaan zitten? Ik moet dit takje eraf hebben. Nou ja, dan niet. Daar gaat hij hier pakken. Als het eenmaal gaat, dan gaat het dan, man. Ja. Oh, wat ga jij doen? Ik probeer hem te draaien. Dat je daar geduld voor hebt. Oh. Kijk, nu gaat het ernaast. Misschien moet je de cabine een beetje draaien of zo. Nou, ik probeer hem dus andersom, dat hij nu niet staat. Kijk. En dan moet hij recht. Nou ja. Ik moet gewoon achteraan beginnen, niet hiervoor. Want zie je, zo wil ik hem hebben, zoals hij niet. Maar dan pakt hij hem weer niet. Gadverdamme. Hup. Kijk, zo wil ik hem dus het al hebben, zoals het nu gaat. Ja, ja. Heppeloos. Kijk, als je het nog gaat zagen, dan kun je dat ook realistisch zien. Oh ja. Ziet dat uit? Ziet er wel leuk uit. Ja, dan moet alleen deze nog weg. En deze neemt je ook niet meer. Dan leg je hier nog wat naast, die ga ik even oppakken. Maar... Pak je dit andere stuk. Dit gebeurt dus als je te grote boomstammen erin flikkert dan. Ja, klopt. Maar je moet hem ook goed, hè. Je moet hem eigenlijk... Ergens in het midden moet je hem een keer loslaten. Zoals hier of zo. Drie stukken naast. Ja, als ik hem hier loslaat... Nee, niet doen. Niet loslaten. Laat maar blijf hangen. Ik heb een idee. Ja, ik wacht. Ja, ik kan hem niet zo doen wat jij ook doet. Wacht. Dan moet je dus iets naar achteren rijden, dan... Je weet het al, voor... Ja. Ik kan niet verder. En die bomstam zit in de weg, oh ja. Nu kan je hem denk ik wel loslaten. Oh, andere kant op. Kijk eens. Netjes. Zo moet hij. Ja, een beetje struggles, maar je leert ervan. Maar struggles, het valt me nu nog allemaal mee. Ah, het is minder erg dan met die balen toen. Nou, daar wil ik niet over praten. Nee, inderdaad. Toen waren we een beetje... Maar toen was ik een beetje moe ook. En als het allemaal niet meewerkt. Ja, maar daar ben je net mee. Oh, niet op trekken vallen. Dank u. Heb je ook zo'n boomstammenverwijderaar dinges gehaald, of? Ja, die staat buiten het veld. Ah. Buiten het terrein. Netjes hoor. Ik heb aan alles gedacht. Ik zou zo er eens even een tweetje uitgooien. Ja, hier moet je zoveel geduld voor hebben, moet ik. Ja, klopt. En allemaal met die scorpion. Nou, dat vind ik er wel mee van. Wat jij doet, dat word ik helemaal. Maar de server loopt soepeltjes. Ho! Wow, dat ging net goed. Kijk eens, ik heb gewoon twee stukken in één. Ho, bomstam. Laris, ik vind je heel erg baas. K-
Games Forever, dat vind ik ontzettend gaaf om te horen. Heel erg bedankt. Dat vind ik gaaf. Wacht even voor, ja, geduld. Ja, ja, ik wacht op jou. Teamwork, hè? Oh. Dat ging niet helemaal. Je staat ook midden op die rollenband, hè? Je wordt niet meer gezogen of zo. Ja, want dat ding gaat stapvoet. En Jerry vindt dat ook. Nou, jongens, ontzettend bedankt. Dat jullie mijn baas vinden. Dat vind ik gaaf. Ik ga eens even kijken hoeveel die touwen zitten. Zo, dat is 60% dan. Nou al. Ja, maar dit kan ook nog een vrachtje. Ja, maar dat kan wel, man. Die voorlader moet... Oh nee, hoeft niet. Moet ik hem even... Huh? Wow, wat zit ik hoog. Samen 100 midden, ja. Kijk, ik heb daar geen geduld voor wat jij hebt. Ja, maar nou neemt hij hem niet meer. Maar als ik hem een klein tikje geef... Ja, dan pak ik hem op, dan neemt hij die meer. Je bent opperbaas. Nou, dat is nog mooier om te horen, Jerry. Dankjewel. Ah, het loopt soepeltjes zo, of niet? De server lijkt ook niet. Nee. Kan je eens een wereld op Minecraft maken en dan bepalen de kijkers wat je maakt op Creative in Minecraft? Dat is ook een leuke, dat zou ook nog wel een keertje kunnen. Alleen het probleem is, ik ben hier goed in bouwen. Ik kan dat niet. Daar heb ik Renzen voor. Jerry, dit is veel leuker. Daar ben ik met je eens. Ik vind dit ook leuker. Oh, nee. Oh, dat ging niet goed. Dat ging er weer één. Je hebt nou een 4 meter, of niet? 4 meter stukken. Wie? Jij? Dat is anderhalf. Oh, anderhalf. Wow, dat is 2 meter, dit zijn 2 meter stukken. 2 meter stukken. Dat is 1 meter stukken, maar dat zijn van die kleintjes. Er ligt er eentje bovenop. Ja, die ga ik even doorzagen. Oh, bijna mijn kop door dat ding. Ah, Jerry, ik ben met jou eens. Ik vind dit gewoon... dit is ook een ideaal spel om lekker te streamen. Het is heel relaxed. Geen frustraties, maar ligt eraan. Nou. Maar het ergste was toen met die balen. Oh, waar was dat verschrikkelijk. Hoeveel zit de torus? Nou, dat ken ik nog wel, hoor. Anders dat zien we vanzelf al. Ja, dat is waar. Nou, daar wordt nog gevuld, dus... Ik ga eventjes kijken. Jezus. Volgende boom. Nou, het wordt hier al mooi kaal. Je moet ook wel die... Zo, ja, je bent lekker bezig, hè? Ja, ik wel. Ik hou die machine om, probeer ik draaien te houden. Al die struggles hier. Lars, ga je nog tweeten? Oh ja, dat moet ik ook nog doen. Ik ben veel te druk bezig, jongens. Met digitaal boertje spelen. Oh nee, digitaal bos bouwen. Jawel, boeren en bosbouw. Oh, ik krijg een bom op mijn hasses. Nee! Nu zit hij vast op de voorlader. Oh, nu is hij los. Laat eens ga je nog tweeten. Ja, ik ga... Wow, what the fuck? Die boom die is aan het dansen. Kunnen we straks ook even die... als we die boomstam hier weghalen, die boomstompen, dan kunnen we die trailer hier neerzetten. Ja. Boom, doe eens stoppen met rollen. Trippen. Trippen inderdaad. Ja, ik ga zo een tweetje doorheen doen, Jerry. Ik ben veel te druk bezig namelijk. Ik zou er even een tweetje doorheen gooien. Laat ik dat eens eventjes doen. Hashtag digitaal bosbouw, hashtag digitaal voetje spelen. Inderdaad. Doen we even op 1 meter, want het is te heftig. Niet Japser, Jasper.
Ja, www.twitch.tv/blokkiegames. Kom je op deze zaterdag, niet sterfdag, nee, zaterdag. Zaterdag. Mijn FS15 loopt vast wanneer ik een save game maak. Oh, dat is vreemd. Dan moet je proberen het spel opnieuw te installeren, denk ik. Ja. Oh, Jerry, dat is heel snel voor jou. Dankjewel voor het retweeten. Dat helpt. Enorm. Oh, ik had hem al doormidden gezaagd. Laba. Waar is die boom nog leven? Daar. Ja, ik vind het jammer dat ik het spel in het Duits heb, maar ja. Je kan gewoon een key kopen, Lars, voor 13 euro. Ja, maar ja, dan heb ik het spel 2 keer. Ja, dat is waar. Dat is nog niet de bedoeling. Nee, maar het is goedkoper als op Steam. En wat schiet je ermee op? Niet veel. Ja, waar fast to play toch? Of? Hm? Fast to play? Ja, G2A of. Ja, of hoe heet die andere? Ja. G2A heb ik hem gekocht. Geo en Good Old Games heet dat toch? Je hebt zoveel sites, dat zijn echt ontelbaar hoeveel er zijn. Ja. Kinguin heb je ook nog. Maar Steam is inderdaad is wel een stukje duurder. Een heel stukje duurder. Heb ik gedaan, maar ja, ik keek zo wel. Is jammer. Ja, vreemd waarom die dan doet zo. Ja, maar dat kan niet, want zijn spel is ingesteld op Duits en het is alleen maar Duits. Ja. Oh, moet ik hem niet meenemen? Een buk uit de bukkieboom. Jippie. Ik weet hoe dat moet. Ga naar instellingen en dan het taal en die op Nederlands. Ja, maar dat kan niet. Want ik heb het spel in Duitsland in de winkel gekocht. Bij de Mediamarkt. En Duitsers zijn heel eigen geweest. En die doen het alleen in hun eigen taal. Ik kan hem ook niet Engels doen. Alleen in Duits. Maar ja, ik kan het wel verstaan. Dat is niet zo erg. Ik weet wel wat ze bedoelen. Maar dat komt misschien nog van pas voor de volgende server, maar ik zeg niks meer. Wat komt van pas in de server? Jouw Duitse volgende map. Maar ik zeg niks. Krijgen we een nieuwe map? Nieuwe map! Dat krijgen we niet, maar nog niet. We gaan wel eerst even door met dit. Ja, we gaan eerst door met dit. Wow, zag je dat? Kan je alvast voorbereiden op veel werk. Veel werk? Oh god. Hoe vol zit de Taurus trouwens? Nog niet vol, man. 82. Oh. Ietsjes lager. Oh, wow. Oh, wat gaat er gebeuren? Wordt dat weer een cheat map? Vraagt Jerry. Ik denk het wel. Dat we gewoon in ieder geval eigenlijk, we hebben alles eigenlijk legit gedaan. We hebben alleen wat startmachines gedaan. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is het enige. Ik heb de gold voor jullie. Willen jullie die? Heb ik ook nog een key van. Ja, maar daar heb je voor betaald. Die kun je toch niet zo weggeven. Dat is toch zonde. En dan hebben we er nog niet veel aan. Dan kan je weer niet samenspelen. Nee. Zo, het is al 8:30, jongens. Gaan we het? Oh god, ja. Wacht even, ik zag er even een stukje af. Ja, doe dat. Laat hem eerst even dit opsnoepen. Oh. 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 Kijk, oh. Gehoorde machines is toch het leukst. En daar ben ik helemaal mee eens. Alles flikkert ernaast. Ja, ik ga wel weer even struggelen. Daar heb ik geen geduld voor. Nee, maar daar ben ik met je eens, Jerry. Het is hier trouwens ontzettend warm, weet je dat? Ik heb de verwarming weer hoog staan. Maar gehoorde machines is inderdaad ook veel leuker. Dat is efficiënter. Ja, en het is ook gewoon veel leuker. Jawel, dan
install ik hem op mijn PC en dan geef ik die desk aan jou. Dan installeer jij hem en dan geef je hem aan Jeroen, Jasper. En dan stuur je de disk weer terug. Had ik ook met mijn vrienden gedaan. Ja, maar kan dat? Weet je, kan het... Dat kunnen ze toch zien dat die server ook wordt gebruikt? Dat denk ik ook, ja. Dat kunnen ze zien. Ho, ik kreeg een boom op mijn dak. Dat vroeg Timothy zich ook al aan, dat kon. Maar ik zei, ja, ik ga het niet proberen. Maar het risico is wel, als ze het zien dat je het te vaak gebruikt, dat je gewoon geband gaat worden. Ja. Omdat die code tenminste... vaak wordt gebruikt. Dat die code gewoon niet meer werkt. Ja, dan zeggen ze gewoon, dan kan je gewoon niet online. Ja, maar het werkte toen wel. Maar, ja, op de een of andere, het een of andere manier, ik weet het niet, maar ik heb het nu, ja. Als we kunnen het altijd proberen, maar als het dan een fout is, dan zijn we fucked. Dan kunnen we niks meer. Ja, wel, dan moet je gewoon alles deinstalleren en opnieuw je eigen spel. Ja, oké. Okay. Wow, kan je niet gewoon de global versie downloaden en jouw productkey invoeren, Lars? Hoe bedoel je? Nou, ik kan zo'n global versie gewoon downloaden van hun website. Dan installeer jij die. Ja. En dan doe jij jouw productcode invoeren, kijken of die werkt. Dan krijg je spel in het Nederlands. We kunnen het altijd proberen natuurlijk. Dan moeten we even een keer tijd hebben. Ja. We zijn veel te druk bezig met digitaal bomhakken. Houthakkeren. Houthakkeren. Je hebt nou 6 kijkers hier. Ja, ik zie het ook. Wie zijn mijn kijkers? Games Forever 12, Jasper Veld, Jerry VDV, Pentlex Gaming, Pizza Gamers, Blokkiebot en Blokkie Games. Oh, nou is de chat weer weg. Maar die komt zo wel weer terug. Dus jongens, als jullie iets zeggen, dan kan het zijn dat ik het wat later zie. Ik kan het wel lezen. Mag ook. Op een of andere manier, ik heb vandaag een en al allemaal updates. Oh, nou is de chat weer. Heeft een beetje vertraging. Ik doe heel veel mijn verwarming uit. Het is hier godschanselijk warm. Het is toch steenkoud buiten, dus als ik het raam open doe, dan is het... Waarom hoor ik geen muziek meer? Hallo? Hoor ik nog wat? Ja. Ja, ik hoor weer wat. Ik heb geen internet op mijn PC, dus ik kan geen mods downloaden, want ik wou mods downloaden, maar ja. Ik ga naar boven kijken als de game het doet. Helemaal goed. Zo, even kijkers. Gezellig. Welkom bij de digitale bosbouw. Maar het nadeel is dat ik die bomen zelf moet omdrukken. Oh, ik heb hem iets te hoog opgezet. Boom, doe ze uit jezelf vallen. Ik weet dat je graag wil blijven staan, maar omvallen is ook wel handig voor mij. Klein tikje en dan ligt hij om. Dat is... Oh, niet op mijn... Nee! Alle takjes eraf snijden. En ik ben te buggen. Wat? Nou, die boomstronkjes van een meter. Oh nee, hij heeft ze opgegeten. Dat is fijn. Dit is nou echt de eerste keer dat ik zo'n mod zie voor de bosbouw die echt gewoon super werkt. Ja, inderdaad. Ja, niet dat ik altijd bosbouw doe, maar ik vind hem heel goed werken inderdaad. Ik heb al vaker gezien dat het nog erger wordt als dat je met standaard apparatuur werkt. Ja, maar dat is ook gemot, hè, dat het gewoon makkelijk is, denk ik. Dat het dat is. Ja, maar ze proberen het dan makkelijker te maken, terwijl het moeilijker wordt. Ja, maar ja, Giants die is ook niet altijd de beste, hè. Alles. Nou, de touw is bijna vol, 1%. Maar dan denk ik dat deze boom dan nog moet. Oh, ik moet ietsjes... Zo moet hij.
Anders gaat hij vastzitten. Je kan gewoon staan. Dat is niet erg. Oh, iets hoger. Kom maar naar voren. Ja, ik kan niet verder. Oh, niet zo laag. Laat me vallen, dat gaat toch wel goed. Ja, ik wil wel iets rechter ervoor staan, want ik weet hoe dat gaat. Hup. Dan denk ik dat hij nou vol zit, hè? Nou, hij zit al meer dan vol, maar dat maakt niet uit. We kunnen nog steeds verder laden. Janko7894, bedankt voor het volgen. Thanks for the follow. Ik schrik me dood altijd als een nieuwe volger is. Heel hard deuntje. Vliegel! Oh, je pakt die anderen die ernaast zijn gevallen nog? Ja. Ja, wat doen we met die houtsnippers? Gewoon verkopen, denk ik, bij de BGA. We moeten zo ver omrijden, hè? Ja. Dat is echt een nadeel. Ik zou zo wat zeggen, die 100.000 liter wagen hier. Ja, ik probeer dat gaan doen, of niet? Ja, dan zijn we daar heel lang, dan hebben we geen probleem. Ja. 150.000 liter aan houtsnippers. Huppakee. Dan is de hele bos leeg. Maar ja, zeg maar. Maar jij wil eerst die nog doen, hè? Ja. Even struggelen. Kom op. Mitkomen. Je zou hier maar invallen. Ik zag van de week nog een echte versnipperaar met een op een vent. Nice. Ja, zeg het maar. Wat doen we met die houtsnippers? Ja, wegbrengen. Naar de BGA? Ja, breng ze maar weg. Verkopen maar. Nou, dan gaan we een stukje rijden. Dan ga ik even dit ding verplaatsen. Doe dat. We moeten zo ver rijden, hè. Dat is echt niet normaal. Dan mag je mijn touw eens proberen. Of, wat we ook kunnen doen, bedenk ik me nu. We hebben ja die mod dat we gewoon overal random kunnen dumpen en dat we het later ophalen. Ja. Laat dat maar doen. Maar waar gaat het neerzetten dan? Oh, waar gaat het ding snel achteruit? Ja, dat zag ik toch al eerder. Ja, waar leggen we het neer? Buiten het veld of in het veld? Of in het bos? Buiten. Of wil je het hier ergens dumpen gewoon? Dat zie je beter hier zien. Ja, laten we dat maar doen. Even rammen. Oh, je hebt er wel hoog het laag afgezaagd. Hoog afgezaagd. Ja, die moet opnieuw gezaagd worden. Kijk, dan kun je gewoon met die 100.000 liter komen. Hoe werkt het dan ook alweer? Ctrl-T, hè? Nee. Oh, jawel, jawel, jawel. Ctrl-R. Oh. Kan hier niet geplaatst worden. Je moet dan een stukje naar voren en dan Ctrl R en dan Q. Ja, we dumpen het hier wel. Daar gaat hij hoor. En dan kunnen we het laden zo ophalen. Met de diepladen en twee shovels. We zijn wel even bezig. Ja, maar dat kan Tim ook mooi doen. Dan doen we dat met z'n drieën. Als je dan even die container even aan de kant zet, kan je even die stolpen weghalen. Die container? Dus doe ik dat wel. Wat weghalen? Stompen. Oh. Dan kan ik die vrachtwagen even ergens anders neerzetten. De vrachtwagen is ingeklapt. Ik sta nou al tegen de boomstronk. Wow, wat gaat er allemaal gebeuren? Alles sluit in één keer af. Wat is dit? Games for Ever 12, Janko 7894, Jasperveld, Jordan Love is videogames. Jordan loves videogames, Kate. Pizza Gamers, Sanity Advanced. Weet niet wat er aan de hand is, maar in één keer was iets. Hup, zijn we weer. Hij is nou ingeklapt, hè? Ja. Ja. We moeten even kijken hoor, die zat op boomstronken. Ja, ja. Ja. Die moet ik hebben. Oh, nou is de chat weer gebukt.
Struggles. Ja, inderdaad. Maar die kwam hopelijk straks wel weer terug. Maar die moet even weggehaald worden. Want... Zo, het is al 9:15, man. Ja. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik kan het chat nog weer niet zien. Nou ja, ik kom straks wel weer terug, hoop ik. Er wordt toch niet zoveel gezegd. Dus... Ja, dat scheelt. Oh, sorry. Nou, dat was mijn fout hoor. Niet lullen, dat ding heeft nog één dingetje in zijn handen. Ja, weet ik. Ik zie het. Dat is dat ene metertje. Wil jij dit proberen? Ja, ik vind het goed hoor. Pak even dit. Ja, zo heel veel stronken hebben we eigenlijk niet. Nou. Epic Danny 99, bedankt voor het volgen. Thanks for the follow. Gaat lekker vanavond. Oh, hier staat nog een boomstoel. Kan je die weghalen? Ja, die kan ik weghalen als deze ook weg is. Hup, een keer. Wat een beest is dit, joh, die torus. Was er maar echt zo'n versie van de torus dan de torus versie? Ja, maar ja. Het zou wel heel duur zijn. Je kan ook met je andere muisjes bewegen. Ja, weet ik. Links en rechts. Ja, ik had de verkeerde... Dan meer naar achteren. Je moet hem echt duwen, zeg maar. Erin duwen. Zo. Ik kan alleen de chat nog steeds niet zien. Oh, sorry trekken. Ik kan in ieder geval de chat zien, dat is het belangrijkst. Kijk, hier hebben we mooi wat draaimanoeuvres, dus maar die torus, die is inderdaad wel heel zuinig. Te zuinig, vind ik. Ja, te. Zal ik even die... dan moet ik met de andere wagen komen. Ja, dat gaat niet met deze. Deze moet eraan blijven. Beste trek is die zwarte. Ja, dat is Jasper zijn liefje, Torus. Maar het is ook mooi trek hoor. Zeker. Ja, ik ga even die 100.000 liter wagen. Doe dat, dan ga ik even lekker verder. Dus de machine loopt, dus geen probleem. Geen probleem. Maar ik weet nog, vroeger met de andere versies van Farming Simulator, wow, wat was dat? Dan als je mods gebruikte, dan was de hele game gebugd. Dus het duurde heel lang voordat hij aan het opstarten was en verschrikkelijk. En dat hebben ze volgens mij hier. Of het komt dat ik een betere computer heb. Of het komt gewoon dat ze het gewoon hebben veranderd in Farming Simulator zelf. Eén van de twee. Dat ligt eraan, hè? Oh, ik had hem niet goed vast. Er zit nog één klein takje aan, maar... Laris, welke trek is jouw schatje? Mijn trek is de dirts. Of in ieder geval een dirts. Maakt niet uit wat voor een. Nee, in deze is dat toch de 7250. 7250. Alhoewel, die 6120, dat was ook een fijn ding, hoor. 6190. Ja, 6120, hoe heette die trekker? Dat weet ik niet eens. En tada, heel op vast. Heb mijn PC gereset. Het is een hele goede PC. Vreemd. Heb je hem wel goed geïnstalleerd dan? Ja, dat is soms ook wel, hè. Als je hem niet goed installeert, dat hij dat niet doet. Dat heb ik ook wel eens gehad. Welke Windows staat erop? Kan ook nog. Ja, als Windows 10 is, zal me niks verbazen. Daarom heb ik ook gewoon old school Windows 7.
Ho. Pak gewoon vast dat ding, dat is iets moeilijk. Oh, ik til die hele trekker op, dat is niet de bedoeling. Ja, ik ben on my way. Ja, ik probeer dit achterlijke boomstammetje te pakken, maar hij wil hem niet te pakken krijgen. Ja, hè. Windows 7 heeft hij erop zitten. Als ik op mijn FS klik, sluit hij af. Vreemd. Drivers, videokaart. Of is het een computer of is het een laptop? Want dat kan ook nog, hoor. Ik heb één keer een laptop gehad, dat was voor school. Dus zaten we onder de les. Was bij mijn oude opleiding zaten we onder les zaten we Farming Simulator te doen met z'n allen. Serieus? Ja, echt. Toen was het nog 13, hè? PC, zegt hij. Is, wat voor PC is het dat merk? Oh. Wat voor hardware zit erin? Dat is wel belangrijk. Misschien moet je wel drivers updaten. Ups, ja, dat heb ik vandaag ook gedaan. Ik heb alles geüpdate. Alles. Mijn drivers, mijn USB'en. Er was blijkbaar ook een update van, geen idee. Nou is het USB 4.0 in plaats van 3.0. Dat bestaat niet. Het staat erop. Oh, pak packet hell. Parkard Bell. Nooit van gehoord. Packet Bell, ik bedoel Packet Bell, maar ik zeg dat Packet Hell. Bomstaan, blijf liggen. Intel Core en Nvidia cards. Nou, moet je even kijken bij Nvidia website. En dan Nvidia software. Search my... Yo. Automatisch zoeken, dan vindt hij hem waarschijnlijk. Want dan zegt hij mezelf of er een nieuwe versie is of niet. Ik moet eigenlijk even zo wat te drinken halen, ik heb droge mond. Maar ik ga toch zo in weg. Wacht even. In ieder geval morgen ben ik de hele dag beschikbaar, dus... Ik denk dat ik dan nog eventjes lekker doorga in mijn eentje. Ik weet niet wat ik ga doen, maar... Ik denk gewoon lekker hiermee verder. Oh, die was niet goed. Oh. Scheiße. God gloeiende. Ik gooi hem ernaast. Oh, dat is niet zo best als je dat ook weg hebt, bijvoorbeeld je stuurprogramma voor je internet. Moet je eventjes het type nummer van die packet wel opzoeken bij die website, dan kan je de driver wel downloaden. Op een andere computer. Ga eens aan de kant, vrachtwagen. Ik heb mijn boomstam nodig. Anders wordt het heel moeilijk. Ik vind dat dit het leukste is met z'n tweeën. Ja, ik ook. Ja, ik ga denk ik straks nog eventjes door. Niet al te lang. Ik ben rond 12 uur al terug. Of gewoon, ga gewoon een kleine opdrachtjes doen, zoals dieren voeden of zo. Dat hebben wij volgens mij net al gedaan. Volgens mij hebben ze niet echt wat nodig. Die beesten die eten wel wat, hoor. Ja, we kunnen straks wel kijken. De OP trainen. Hup. Laat ik hem ietsjes vooruit rijden, want... Hij is ook zo fan aan die drive control, maar dat de motor aanbleeft. Welk merk is die USB adapter dan? Oh. Het draait best. Ja, dat dacht ik toch. En nou zit ook wel 100.000 liter, of 150.000 liter zelfs in. Dus no struggles everywhere. Zie je wel dat er alweer wat tussen is gevallen? Tussen, naast? Weet je het modelnummer van die site komen, want dan kan je die toch opzoeken en dan gewoon een stuurprogramma downloaden. Whoops.
Blijven alle machines hier staan? Ja, ik denk de meeste machines wel, maar anders blijven we hier weer aan het reden. En het is als een pokkend. Wat ik wil zoeken is een mod voor een grotere dieplader, dus combines er ook op kan zetten. Ja. Wacht even hoor, er zit nog een klein stukje in. Oh, je hebt nog een klein stukje. Nou, oh, je poet hem zo uit. Dat was echt de moeite. Ik vind het echt een ideale mod, echt. Ik vind het echt een hele fijne mod. Jenny? Ja. En werkt hartstikke ik heb goed. Nog geen klachten over. Nog niet, nee. Oh. Oh, dat gaat goed. Wow, wat gaat hij dan doen? Ja, verticaal lukt niet, hè, vrienden. Maar ik geef ze van... Oh, even wow. Even zaad ingrijpen. Oké, dus twee boomstammen samen, dat wil niet. Ja, maar dan komt dat hij verticaal gaat staan. Kan hem een tikkie geven met je... Oh, nee, hij is al weg. Maar ik heb hier ook nog weer eentje, als die blijft zitten. Hoe kan hij nou weer zo gaan staan? Weet ik niet. Beavermod. Waarom gebruik je de beavermod niet? Beavermod, wat is dat precies? Beavermod nooit van gehoord. Heksnitzel! 5%! Wat? Oh. Moet je de beestjes gaan? Je moet toch een keer in gaan loggen. Ja, zo. Laat je me toch een keer gaan inloggen. Waarop in gaan loggen? Admin. Ja, klopt. Een chipper die je van boven laat. Oh, hij is op de trekker gevallen. Is dat een handige mod aan? Ja, ik vind het ook leuk dat we zelf ook wat moeten doen. Ja, links kun je niet plaatsen, Danny. Dan krijg je een time-out namelijk. Hoe je kabelinternet doet. Nou, kabel erin. Sorry, maar... Blijf nou eens liggen. God, wat een stom ding. Ik zeg blijf liggen. Blijf staan, Jasper. Blijf staan. Ik wou zeggen, hij rolt zo door jou hier. Ja, ik bedoel het. Hij gaat buggen. Oh, ik moet even onder jouw kont door. Oh nee, pas niet. Blijf staan. Anders rolt hij je boomstam weg. Is het kabeltje wel aangesloten op een router of een modem? Want ja, als hij niet daalt aangesloten, dus ja, er komt geen internet uit de lucht. Kan ik permissie? Ja, dat wil ik wel, maar ik weet niet precies hoe dat werkt. Als je zou willen zeggen hoe dat werkt. Ik weet hoe het moet, maar... Ik ben geen admin, dus ik kan het niet doen, maar... Oh. Je moet volgens mij moet je op de naam klikken en dan op permit klikken. Permit? De naam klikken en permit. Whisper, ignore, timeout, ban, OP user. Of uitroepteken permit en dan de naam. Slash, uitroepteken. Uitroepteken. Gewoon een uitroepteken alleen, volgens mij. Epic, Danny. Maar dat doet hij niet. Nee. Uitroepteken, permit en dan de naam. Permit. Moet dat aan elkaar vast? Permit, ja. En dan spatie. Spatie, Epic. Volgens mij hoor, ik weet niet zeker. Epic, Danny, 99. Epic, Danny, you have 0 seconds to post one message content. En dan... Moet je de tijd, dus hoeveel seconden? Moet jij nog douchen? Nee, ik hoef niet te douchen. 180. Onder jou? Hoe? Dus, uitroepteken? Epic. Ja.
Permit. Permit en dan Epic Danny 99. Spatie 180 volgens mij. You have 0 seconds. Ja, dan moet je het even uitzoeken. Ja, kan. Oh, hij kan toch gewoon een berichtje sturen naar hem? Ja, je kunt ook whisper doen, hè? Je kunt ook een whisper doen, dan zou het wel kunnen. Denk ik. Ik wil kijken wie al mijn kijkers zijn, maar die bot die doet het niet helemaal goed. Nee, die moet ik hebben. Epic Danny 99, Games Forever 12, Jasper Veld, Jerry, Marco van Bruggen, Pizza Gamers, Sanity Advance, Blocky Bot en Blocky Games. Waar je zit op de console? Keek je op de console? Dat is wel lachen. Nou, we moeten weer aan het werk. Ja, ik ben al bezig. Maar ik zal mijn AVG straks wel weer eventjes gang doen, dan is dat wel opgelost. AVG. Lars, was dat je zus? Ja, dat was mijn zusje. Was zijn beeld trouwens? Dat denk ik wel. Ga AVG alsjeblieft verwijderen, het is te slecht. Ik vind het hartstikke goed werken. Mijn pa die betaalt daarvoor. Betaald voor AVG? Ja. Ah, dat kan ook. Geloof ik. Ik vind het een slecht programma, man. Net als CC-cleaner, net zo slecht. Ja, CC-cleaner vang ik ook niks aan. Daar ben ik niet eens. CC-cleaner sloopt de bestanden van Windows. Dat doet AVG niet, maar AVG is gewoon een te zwaar programma. Wat doet het? Niet veel. Hup. Wat is AVG? AVG is een onderhoudsprogramma, zeg maar, schoonmaakprogramma. Ja, beveiligd. Of PC Tune-Up is dan een utility. Ja, en hoe heette dat vroeger ook alweer? Tune-Up heb ik ook gehad. Tune-Up Utility. Dat heet Tune-Up. Oh. Stond op je bureaublad. Oh. Ho. Ik ben nog jouw rotsom. Sorry. We nog verder achter u. Oh, moet ik niet omhoog gaan. Als jij daar even mee bezig gaat, als die dan klaar is. Oh. Dan haal ik heel veel gauw wat te drinken op, want ik heb zo'n droge mond. Thijs 45, hallo. Welkom. Ik ga heel veel gauw wat drinken halen. Ik heb zo'n dorst. Be right back. Moet jij ze maar even aan de gang houden, Jasper. Met de chat. En een vraag beantwoorden. Zonder DLC, ja. Aangezien Lars geen DLC's heeft, kan het dus niet. Ik heb zelf een PCB en de Itrunner, meer niet. Omdat ik vind gewoon DLC's zijn een beetje overpriced in het spel. Wat werkt er, Epic? Zo, ben ik weer. En je hebt Epic Danny geflopt. Wat, hè? Getimed out. Epic Danny. Dan heeft hij denk ik een link gestuurd. Ja. Ja, ik weet niet hoe je permission doet. Als iemand dat weet, laat het me weten, nou weer. Je kan toch zien welke link die nu heeft gestuurd, of niet? Nee, message deleted. Oh ja, kan ik wel zien als ik daarop klik. Is dat of een ding? Weet je wat, ik zou die wel eventjes bewaren op mijn dingetje. Zo. Stuur me al straks even door aan mij. Ja, doe ik. Oh, hij heeft hem al ook al gewisperd. Gewisperd, fluisterd. Gefluisterd. Gefluisterd.
Nou ben ik eerst. Ja, maar ik zit nog steeds in rommel op te ruimen. Overal liggen stukjes hout. Wie heeft dat gedaan dan? Ja, dat weet ik niet. Ik moet daar opstaan. Hup! Beetje scheef gezaagd, maar goed. Moet alles weer eventjes up. Thijs, kan ik joinen? Nee, dit is een privé server. Sorry. Private. Hoeveel moet je nog? Nou, er staan nog 100.000 te boven. Dus. Hoeveel moet je nog? Heel veel, ja. Wat Jasper al zei. Kom op, doe zagen. Je kan er bijna hele bomen in doen. Aha. Ja, maar ik vind het ook leuk dat je zelf wat doet, snap je? Dat je zelf ook wat moet doen. Mag ik hem even pikken? Moet jij een trekje hebben? Ja hoor. Ja, rijd op kats door me heen. Mijn besturing is dus echt compleet... Kut. Fuck dat. Wat dan met die trekken? Ja, met die voorlaat. Alles is wel andersom, je weet toch ook. Ja, bij jou is dat andersom, bij mij niet. Ja, ik weet niet hoe dat komt hoor. Ik heb het niet ingesteld. Heb je niet bij opties dat je de E-axe hebt geactiveerd? Nee. Waarom doet die andere niks? Het kan zijn natuurlijk dat er straks nog iemand bij komt, ja, als ik weg ben. Ja, dat kan. Dat kan. Dat kan. Die moet nog op zijn flikken krijgen dat hij de spullen niet op heeft. Ja, inderdaad. Moet hij ook. Je gast dus leest van... ik heb allemaal mail voor jullie jongens. Van allemaal nieuwe volgers. Ontzettend bedankt. Mijn hele telefoon die zit vol met mails. Van jullie. Wat zei je Lars? Ik heb je niet gevolgd. Ik zei mijn hele mailbox zit vol met nieuwe volgers. Is het wat dan wat je stuurt of niet? Ik kan je wel even... Oh. Hier ga je je trekkertje maar weer pakken. Het wordt niks zo. Ga zo een kleine klusje op de boerderij doen. Ja, dat kunnen we wel doen. Ik ga zo weg hoor, dus kan je dat... Ja. Even kijken, waar is de chat? Daar is de chat. Nee. Koppelingslocatie kopiëren. Plakken. Je staat in de chat. Hup, hup, hup. Reviewfilmpje, Engels. Hoe bedoel je reviewfilmpje? En we gaan nog eventjes een paar bompjes doen. Want Jasper gaat zo weg. Dan gaan we eens kijken of we iets op de boerderij kunnen doen. En we laten hier gewoon alles staan hoor, dus... Dan ruimen we dan... Hoe noem je dat? Eens even kijken, dan doen we het gewoon een beetje opruimen. Whoop. Een reviewfilm van een mod. Ja, het probleem is, ik heb geen rechten tot de server. Daar kan ik niet bij komen. Dus dat gaat helaas over, Danny. Sorry. Wat is er? Wow. Waarom blijven die dingen toch... Wat is aan de hand, Lars? Oh, ach, die boomstam die rolt alle kanten op. Ja, ik probeer een mini-stukje te pakken. ik hou gewoon dat het opgeruimd moet zijn. Niet een groot zootje. Ja, daar ben ik ook eentje van. Dat klopt. Hup. Ja, we gaan zo even kijken hoor. Als Jasper straks weggaat, dan gaan we eens kijken wat we op de boerderij kunnen doen. Sowieso, er moeten veel spullen opgeruimd worden, aangezien weer alles ergens anders staat. Ja. Het is een dirty task, wat ik moet doen. Maar het kan best zijn dat er straks in één keer iemand binnenvalt hoor, dat weet ik niet. Ik heb geen idee of die gozer komt.
dat weet ik ook niet. Dat is ja. Altijd onverwachts. Ja, maar anders. Anders doet hij altijd nachtploeg, hij is de nachtploeg. wij doen overdag en hij doet s'nachts. Vergeet ik nogal op te ruimen. Ja, daar moeten we echt even een schenk tegen hebben, want het is echt gigantisch lelijk. Overal. Overal liggen machines en weet ik veel wat. Trouwens, Lars, hier leg ook nog een boomstam, als je die ook wil weghalen. Waar boomstam? Hier zijn wij. Ik zie niks vanaf hier. Dat is een klein dingetje, maar die ga ik niet helemaal... Ik moet eventjes goed staan, want hij moet weer een stukje afgezaagd worden. Tijd in de gaten hoor, want... Ja. Tijd gaat steeds sneller. En je stream houdt het wel vol. Ja, echt hè? Ben ik blij mee. Lijkt wel of de server ook vlekkeloos loopt. Lijkt wel, dat is zo. Af en toe hebben we nog wel eens van die momenten. Misschien moeten we... Wow, wat? Wow! Holy shit! Huh? Zagen jullie wat ik zag? Ach, ik zaag er een stukje af die nou hier voor mijn neus ligt. En die vliegt door de lucht erin en die ligt op de grond. Ja, fuck. Het begint al een beetje fris te worden met die deur open, zeg. Het is echt vies koud buiten. Hé, hey, kijk, hij vliegt de lucht in, zie je dat? Oh, roestig. Nee, wacht op. Oh. Wacht. Ja, mooi. Kiek toch eens. Ik zal hem even een tikje geven. Ja, doe jij eerst maar even zagen. Nou, als ik straks die mod kan, dan kan ik er wel naar kijken. Naar die beaver mod of zoiets, hoe het ook heet. Ja, de linkje staat in de chat, dus Skype chat. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Oh, ja, hij is weg, mooi. Net te warm, nu te koud, dus het is nooit goed. Nee, klopt. Maar ik doe de raam zo weer dicht, want dan wordt hij echt heel fris. Laat ik dat nog maar eventjes doen. Brrr. Maar ja, ik had de verwarming ook op het hoog staan, dus ja. Nou, zullen we nou eentje in boom doen en dan moet Jasper ook weg, dus Zeg, hoe laat is het dan? Kwart over. Ah, 12. Nou, ik weet niet of wij 6-8 minuten over één boom gaan doen. Ja, dat komt wel goed. Dan gaan we even alles netjes een beetje opruimen. Klaar. Ja, en dan neem ik deze boom nog eventjes mee en dan ruimen we even een beetje op. En dan gaan wij naar de boerderij toe. Het is weer een grote grap dit. Ik word helemaal gek van die bommen, die rollen alle kanten op. Nou, dat moet ook even voordat we eruit gaan. Al die bomen door de versnipperaar, want anders krijgen we er echt problemen mee. Als we er weer opnieuw ingaan, klopt. Ja. Dit is nog een stukje. Nee, dat kan Jasper wel doen, of ik zelf. Als blijf je in en weer rijden met kleine stukjes. Dat is niet de bedoeling. En die boomstronken, dan moet die ook nog weghalen, of... Ja, die blijven wel zitten, hoor. Maar die losse bomen, dat, anders... Wordt het een probleem. Lukt het, Lars? Een zooitje. Jazeker. Ja, dat wordt een zooitje. Zeker lukt het. Ik wist niet dat ik hier eigenlijk best goed in was. Of goed. Dat het goed loopt. En we zijn al 1,5 uur live, joh. Bijna. 1:29:36. Dat is ook snel. Tijd. Ja, maar we zijn met z'n tweeën. We zijn lekker aan het kletsen met de chat. We zijn lekker bezig. Het is een relaxed spelletje, dus... Deze val je bijna in slaap. Ja. Zo relaxed. En dan exporteer ik deze vanavond nog naar YouTube. Staat die ook op YouTube? Kijk eens wat ze daarvan vinden. Ik denk dat dat goed ontvangen wordt. Hoop ik tenminste. Hoop ik. Ga eens kijken naar mijn recente video. Hoe vaak die is bekeken.
Ik moet eigenlijk een hoesje om mijn telefoon doen, want ik heb er nog geen hoesje om hier. Je hebt toch nog steeds dezelfde, of niet? Nee, ja. Want het ging niet door. Nee, ja. Ik kon ja een nieuwe telefoon. En ik had alles geregeld. En ik zou dan dus deze week zo ook een nieuwe telefoon krijgen van Typhoon. En dan in één keer krijgen we s'avonds een mailtje van, ja, gaat niet door. Schooiers. Dat is een fout in het systeem. Stomme lui. Ik denk dat deze er wel helemaal in kan, of niet? Ja. Maar hij neemt hem al mee. Kijk, en hij neemt die andere ook direct mee, hoppakee. Goed, de trekker zet ik hier neer. Welke telefoon heb je, Jerry? Welke telefoon heb je? iPhone 5S. Ja, ik heb een iPhone 5S. Heb ik hier. Zonder hoesje. Ik moet eigenlijk een hoesje moet ik hebben. Maar ja. Ja, heb ik hier wel liggen hoor, maar ik heb hem eraf gehaald, want hij was heel erg stoffig. Motor uit. Eigenlijk. Oh. Ik neem deze vrachtwagen zo meteen wel mee terug, want die hebben we zo meteen nodig. En we hebben hier al één vrachtwagen, dus. Hessel 7810. Bedankt voor het volgen. Thanks for follow. Nou, deze vrachtwagen redden we zo meteen mee terug. Dit moet echt opgeruimd worden voordat ik het weg ga. Ja, maar dat is het laatste, of niet? Ja, maar dan leg ik wat. Oh ja, hier ligt nog een heel klein stankje. Marco van Bruggen, bedankt voor het volgen. Thanks for the follow. Allemaal ontzettend bedankt. Loopt als een trein vandaag. Ja. Als een trein. Het is kein was. Als een trein storm ik door het wilde heen. Nee, dat klopt niet. Als een trein. Ja, weet ik niet meer. Een liedje heb ik al tegen je niet meer geluisterd. Gelukkig. Ik zou ja. Ik zou deze ook eens eventjes aan de kant doen. Kijken hoe lang je nog door kan gaan zonder dat. Ja. Nou, mijn ouders zijn ook niet thuis, hè? Dat scheelt dan ook alweer. Ah. Oh, net als toen. Ja. Dat vergeet ik niet meer. Hoe klap je dat ding in? Weet je het nog? Ja, ik weet het nog. Hoe werkt het ding? Ik snap niet dat jij hiermee om kan gaan. Het ding is ingeklapt, je moet gewoon met een muis. Ja, maar het is precies hetzelfde. Je moet gewoon geduld en rustig aan. Ja, dat is waar. Maar ik wil hem helemaal inklappen, net als zo'n kraan, weet je wel. Hoe werkt dat? Ah, zo. Motor uit. Zo. En jij bent Dino. Wacht, ik zou die trailer wel eventjes wegdoen. Ben mijn game opnieuw aan het downloaden. Nou, hopelijk doet hij het. Ai, ai, ai. Hier word ik echt moe van. Zeker als ik nu met een tijdslimiet zit. Ja, dan is het heel erg. Nee! Ik zag het niet liggen. Ik zag het niet op het laat. Sorry, oh, Jasper. Ik krijg even die tijd. Ik zie hier nog een bom staan liggen, dus die pak ik wel even. Sorry. Nee, dit gaat helemaal fout. Als ik er niet overheen was gereden. Dat was het al gedaan. Nou ja, dat zeggen we wel, maar je weet het maar nooit. Ja, inderdaad. Oh, ik zit er niet helemaal goed op. Dus volgens mij is dit de laatste boom. Als ik het goed heb. Woop. Maar hij moet ook echt uitgeklapt worden. Maar hij pakt hem wel. Oh. Ja, ik word gewoon zielig van dit. Ja, maar ik denk, zou één bom heel erg zijn, één bom staan?
Oh man, we zagen het gewoon door. Ik wou net ja, zeggen. Klopt. Ja, god, gloeiende. Ik snap er niks van. Klopt niet. Hij is gebukt. Het is zo gebukt. Ja, echt hè. Wow! Speed hero. Ja, het is gebukt. Ja, inderdaad. Nou ja. Kijk, deze pakt hij dan wel weer. Ja, af en toe zijn we niet. Maar ja, laat het dan maar. Ja, die hier ligt, dan moet dan wel. Ja, die kan zal... je nog oprapen of niet? Vast wel. De blokjes skills komen eraan. Ik hoop dat ik hem heb. Maar ik denk dat ik ook met de dikke kant moet die in de versnipperaar. Ja. En niet met de punt. En niet te hoog laten vallen. Want ja, dan kijk, nou heeft hij hem. Mooi. Nou, alles is weg. Dan heb ik er vandoor. Ja, en dan gaan wij naar de boerderij toe. Hashtag blokjeskills. Inderdaad, Jerry. Hashtag blokkie skills. Kijk eens hoe mooi dat gaat. Kijk toch eens. Wow, oh ja. Dit is een vrachtwagen. In ieder geval, ik ga morgen gaan we gewoon weer verder met hakken. Dat dacht ik. Maar we moeten ondertussen wel de farm draaien. Maar... Ja, maar dat ga ik nou doen. Als dit allemaal is opgeruimd. Rij ik met deze MAN terug of zullen we deze twee hier houden? Maar voorlopig. Ja, of. Voorlopig verkopen denk ik niet echt wat, hè? Hoe bedoel je verkoop? Ja, met de vrachtwagen, die grote trailers die we hebben. Die trailer kan beter al laten staan. Ja, maar ik bedoel dat we gewoon alle twee die vrachtwagens hier houden. Ja. Ik denk dat we dat gewoon gaan doen, of niet? Als Tim komt, zeg even dat hij alles hier moet laten staan. Ja. Gaat hij het allemaal weer wegzetten, de andere kant op, weet ik dan wel. Dat is echt verschrikkelijk irritant. Hij bedoelt het goed, maar... Ja, maar ja. Handrem erop, uiteraard. En deze hier laten staan? Ja, toch? Yep. Nou, deze laten we wel gewoon hier staan. Moet ik met hem lekker daar staan, dat is perfect. Je mag met de Taurus terugrijden. Nou, dan ga ik met de Taurus terugrijden. Dan ga ik er vandoor. Nou, helemaal goed. Log niet, vergeet niet in te loggen. Nee, maar dan zien ze het wachtwoord. Dan moet je even je screen black maken of wat heb je. Ja, dat komt goed. Dat komt goed, dat doe ik wel eventjes. Ja, nou ja, bedankt. Het was even leuk. Ja, even random mijn stream er doorheen. Nou ja, dat is op zich al een beetje afgesproken. Ja, oké. Ik zou heel even inloggen. Maar dat komt dan wel, dat wordt allemaal vervolgd.